De bandschuurmachine. En waarom heet die nou bandschuurmachine? Ik zal hem gelijk even afhalen. Omdat er een band in zit. Dat is mooi. Kijk. Een bandschuurmachine die rolt langs twee rollers. Met een aardige snelheid. En je kan daar heel groot oppervlakte mee schuren. Ik heb hier een stofzak erop zitten. Hij is van Makita deze. Ik geloof dat het de grootste is die Makita toen had. Hij is vrij zwaar. Maar dat is wel lekker, want je hoeft er niet op te drukken. Dus door het gewicht blijft hij al lekker schuren. Je hebt hier aan deze kant een knop zitten. Dan kan je die band mee richten. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar ik was bij een klant en die had die machine gehuurd. En die wist dat helemaal niet van die knop. Dat hadden ze dus nooit erbij gezegd. Als je een nieuwe band erop zet, dan moet je hem een beetje richten. Want dan wil die wel eens eraf lopen, of naar links of rechts. Dat moet je dus wel eens even een beetje stellen. Hier bij deze zit hier deze hendel voor om hem om te halen en eraf te halen. En daar zit nog iets aan. Deze is tegenwoordig vrij sterk. Vroeger was dat veel makkelijker. Maar er zit hier... Kan je zien aan de binnenkant van die band, er zit die twee einden aan elkaar geplakt. Hier zit een naad. Kijk, kan je zo zien. Nou, volgens de spelregels moet je hem op een bepaalde manier erom doen dat hij het sterkst is. Dat hij niet kapot kan op die naad. Maar er staat een richting, een pijl, staat erop hoe die loopt. Dus hij moet er zo op. Je kan de richting van de pijl aanhouden die erin staat. Eigenlijk niet zo opgelet. Ik doe hem maar willekeurig. Ik geloof dat ik het één keer gehad in al die jaren dat hij kapot geschoten is. Dus nu ik het uitleg, denk ik, ja, verrek, daar staat een pijl op. En hier staat ook een pijl. Nou, die moeten met elkaar combineren. Oké. Dat is één ding. Maar er zit hier een plaatje onder. Een beetje een zilverachtig plaatje met een paar schroefjes en dat is tegen de slijtage. En dat kan, op een gegeven moment is dat slijtplaatje is ook versleten. Kijk, hij begint hier al losse uiteinden te krijgen. Dus ik moet gaan zorgen dat hier een nieuw plaatje op komt. Anders gaat dit onderste ook kapot. Dus dan moet ik even... En meestal krijg je een reserveplaatje erbij bij de machine. Maar ik kan me niet heugen hoe oud die al is, deze Makita. Die Makita's die zijn gewoon sterke machines. Hebben geen extra foefies. Je kan er niet zoveel mee. Maar die machine is onverwoestbaar. Als je zegt ik wil een machine hebben die erg sterk is, neem een Makita. Dus ik zal even dit ding, ik moet even het type nummer dan hebben. En dan moet ik even hier kijken, wat voor type nummer is dit nou? Dan zet ik even mijn bril op. Nou, ik zie een groot cijfer staan, ik denk dat dat het type nummer is, 9403. 1200 watt is die. Wat deze machine een beetje heeft, dat is die stofzak, die is niet ideaal. Die kruipt hier stof in. Hij is, ik gebruik hem nog wel eens ondersteboven. En dan wil die hier vol lopen. Dus af en toe moet je hem schoonmaken, die machine. En dan is de kracht eraf. Dit is vrij makkelijk. Je hebt hier een schuifje en dan kan je zo kan je dat in de vuilnisbak gooien. En dat is simpel.
En als je nou spijkergaatjes wil wegwerken, je neemt een beetje van deze melklijm en van dit stof wat je net geschuurd hebt, dan kan je daar met combinatie een soort pastaatje maken waar je heel mooi die gaatjes dicht kan stoppen. Dus daar is dit schuursel ook al goed voor. Maar dat even terzijde. Er is nog een handigheidje die ik altijd gebruik en dat is een meubelmakers bankschroef. En dan zet ik hem vast op het handvat. Ik heb met mijn vorige machine, had ik hem even die snoeren allemaal goed leiden. Kijk, dan staat hij goed weer horizontaal en dan kan je hem van bovenaf gebruiken. Ik vind dat reuze handig. Ik had, daar begon ik mijn verhaal net mee, ik had een vorige machine die had een platte greep aan de voorkant en dan zet ik hem daarmee in de bankschroef, maar die is kapot gegaan. Dus dan moet je ook even opletten dat er is hier niet op gemaakt natuurlijk, om hem ondersteboven te zetten. Kijk, daar denken die Makita mensen niet over na. Dat moet je maar uitzoeken. En ik had in het begin had ik gedacht, goh, wat schuurt hij lekker veel. En wat stof ging heel goed afgevoerd. En op een gegeven moment hield dat op. En toen heb ik opgebeld. En toen bleek dat je dat hier moest schoonmaken. Hier de ingang. Omdat die ondersteboven gebruikt werd, ging dat. Ja, dat daar was hij niet voor gemaakt. Dus ja. Dus dat soort dingen die komen dan tevoorschijn. Ik kan hier gelijk even kijken naar dat richten van die band. Ik heb mijn snoeren. Die hangt hier aan een kabel die je met een veer. En dat heb ik gedaan omdat je snoer niet onder je machine terecht komt. Dus ik kan alle kanten op en dan blijft lekker zo daar zitten. Ik heb verschillende groftes. En ik heb hier 80, korrel 80, korrel 60 en korrel 100. Dus die hoort hier. Vroeger had ik altijd niks anders dan 100. Dat was een mooi gemiddelde. Niet te grof, niet te fijn. Tegenwoordig heb ik meer 60. Dat is flink grof. Je hebt ook nog 40, maar die vind ik te grof. Dan moet je wel hele speciale doeleinden hebben. Maar die 60, die vind ik wel lekker. Die kan ik flink tekeer mee gaan. Als ik nieuwe van die banden moet hebben, dan neem ik er gewoon één mee naar de ijzerhandel. Naar Breu. En dan zeg ik, ik wil die banden hebben. En dan korrel zoveel. En dan neem ik een voorraadje van 10 of zo. En dan grijp ik er niet naast. Of die kwaliteit goed is, ja, dat weet ik niet. Ze doen het goed, dus is de kwaliteit goed. Ik ben geen consumentenbond, ik kan dat niet controleren. Ik ga het ook niet controleren. Allerlei schuurbanden kopen. Maar het moet stevig zijn dat die niet iedere keer afbreekt als je gaat schuren. Want dan gooi je je geld alleen maar weg. Dus, en dat is me nou ja, één keer gebeurd in al die jaren. Dat die kapot ging en dan zal het wel mijn eigen schuld zijn geweest. Want dan heb ik hem verkeerd opgedaan. Oude schuurbanden, die kan je nog wel eens gebruiken voor met de hand. En ik heb hier van die grepen gemaakt en een klos. En dan doe ik zo'n schuurband eromheen en ik schroef zo'n handvat eraan. En dan kan ik lekker schuren. Voor wat grovere dingen. Dus als die nog een beetje aardig eruit ziet, een beetje volgelopen, dan leg ik hem daarnaast en dan kan ik dat gebruiken. Je kan het, dat is de schuurbanden.
Nou ja, je kan natuurlijk ook een stofzuigslang hierop aansluiten. Dat is een Makita en ik heb meestal stofzuiger van Festool, dus dat zal wel een probleem opleveren, maar zo'n stofzak is voor mij voldoende. En dan doe ik een stopmasker op. Je hebt deze machine ook in een lichtere kwaliteit. Ik denk twee klassen zelfs lichter, kleiner. Maar ja, ik heb deze vooral in het begin gekocht in combinatie met mijn cirkelzaag. Ik had geen schaafmachines en met de handschaven is soms hardhoutsoorten erg moeilijk omdat ze erg warrig kunnen zijn. Dus wat doe je dan? Dan zaag je het hout op de cirkelzaag op maat en dan ga ik met de bandschuurmachine eroverheen en het is klaar. Dus waarom zou je schaven? Ik heb toch een schaaf gekocht natuurlijk op een gegeven moment. Maar ik zou zonder schaafbank, van dikte vlakbank, verdikte bank, hoe heten die dingen. Die gebruik ik nu alleen maar om ruw hout. Eerst haakse schaven en vervolgens op mijn cirkelzaag te behandelen. En dan maak ik er ramen van en dan is dat gezaagde hout, maak ik ramen en dan schuur ik als laatste met deze schuurmachine die ramen netjes. En dan is die goed. Dan ben je klaar. Dus ik vind zo'n grote bandschuurmachine in combinatie met een cirkelzaag kan je alles. Van onlangs zo'n Lekker Dekker eentje gekocht. Die zachter. En het handvat kan je verplaatsen. Dit heeft een hele dunne voorkant. Dit ding kan omhoog. En dan kan je in kleine gaatjes komen. Ik dacht, dat is leuk voor op karwei. Hier zat ook nog iets speciaals aan voor die stofzuigslang. Maar dit is uitzonderlijk. Deze machine was ook niet duur. En dan krijg je van die banden die je erbij koopt. En dan... Het is een leuk licht, klein... hij is een beetje instabiel. En dat vind ik je moet hem even leren voelen. Hij was ook gelukkig niet zo duur. Maar dit neem ik dan mee op karwei. Voor het geval. Ik heb ook onlangs een bandschuurmachine gekocht van Festool. En Festool had er een op een standaard. Nou ja, ik heb dat laten zien. En dan, als ik het nodig heb, klaar. Hier kan je gelijk een stofzuiger aandoen. Nou, ik doe een stopmasker op, want zo lang duurt dat meestal niet. Er zit een, ja, moest ik ook apart kopen. Een geleider die je kan instellen. Hij staat gelijk, huppakee, klaar. Maar ik gebruikte hem niet zo vaak. En toen moest ik die schuurmachine, toen wilde ik een nieuwe schuurband erop doen. En toen wist ik toch helemaal niet meer hoe dat ging. Toen ging ik kijken op internet. Googelen en waar kom ik terecht op mijn eigen timmertip. Ik had mezelf gewoon uitgelegd hoe ik het moest doen en ik wist het gelijk. Fantastisch die timmertips. Ook voor mezelf, hè, dat ik het niet meer weet. Het komt meer voor, hoor, dat ik denk, hoe heb ik dat ook weer gedaan met die mal? Hoe zat dat ook alweer? Nou, dan kijk ik op mijn timmertips en dan heb ik mijn archief. Maar dit heeft hier een instelbare voet op hoogte. Kijk, dat is Festool, hè. Dat je kan richten. Ook al is die klein, heb je toch nog steun. Ook qua oppervlakte. Als dit ding eraf is, kan je hem ook als een plat gebruiken zo. Dan heeft hij toch voor zo'n kleine oppervlakte, wat het nadeel van die Black & Decker was. Die heeft een kleine oppervlakte en daardoor gaat die alle kanten op. En als je MDF gaat schuren,
Nou, dan ben je er zo een heel stuk af. Daar moet je echt voor oppassen. Want dan schuur je zo die MDF weg. Dit ding, nou ja, dan moet je maar naar mijn timmertip kijken. Ik zal hem vermelden. En hoe je hem eraf kan halen, die band. Want ik ga het nou niet doen. Maar ja, je hebt het toch wel leuk. Want dit voor kleine latjes, dat doe je met die grote toch niet. Die kleine latjes, dat deed ik wel. En vooral, al is het maar 18 mm dik, zo. En als je dat er zo overheen haalt, nou, dat is gauw schuin, dat snap je. Maar heb je nou een beetje steun, nou, dan is dat fantastisch. Dus dat, nou, ga ik glaslatten of zo maken. En die gaan er door de cirkels haken. Die moeten dan geschuurd worden. Huppakee, over dit machientje. Ik zet hem hier onder de bank. En hij is klaar. Hij is altijd operationeel klaar. Nou, dat heb ik ervoor over. Ja, ik verdien er mijn geld mee. Dus als iemand die, ja, je kan dit in plaats van deze kopen. Want hij heeft die voet. En dan heb je twee dingen. Je kan en goed vlak schuren en je hebt een geleider. Ja, die moet je wel apart kopen, geloof ik. Dan heb je wel een goede machine. Dus mijn bandschuurmachines zijn vooral die drie. Eentje voor op karwei, eentje voor de latjes, eentje voor de grote oppervlakte. Mijn werkbank bijvoorbeeld, deze, die raakt met lijn en verf. Nou, dan ga ik even met deze eroverheen. Keurig werkbankje weer. En dat gebeurt nog wel eens hoor, dat de lijm, hier ligt ook nog een beetje lijm, gedruppeld van ramenlijmen. Maar ik ga even één keer zo eroverheen als die leeg is en dan is het weer keurig. Zo'n werkbank, ja, die doe ik dan jaren mee natuurlijk. Nou. En je kan er dwars mee schuren op de draad en in de lengterichting. Dus als ik van 40 mm multiplex deuren maken, uit stukken gelijmd, moeten die naden ook geschuurd worden, doe ik met deze bandschuurmachine. En dan eerst dwars en dan in de lengte en dan kruislinks schuren zodat het vlak blijft. Ga je in één richting, vooral in de lengterichting, schuurt dat natuurlijk meer af dan in de breedte. Maar in de breedte gaat het natuurlijk ook. Maar met ramen ook die hoeken, soms breed als in de lengte. Je moet met schuren, dat is een algemene opmerking, als je gaat schuren en je gaat straks verven en je schuurt met een vrij grove korrel, dan zie je die strepen terug in je verf. En dat is in de lengterichting minder dan dwars. Dus ga je dwars, moet je als laatste in de lengte. Want dat schuurt die dwarse krassen weg. Dwarse krassen. Mooi woord eigenlijk. Dwarse krassen. Ja. Nou, ik heb wel eens een mal gemaakt voor die schuurmachine om hem op zijn kant te zetten, dat je een soort zo kan. En ja, dat kan je allemaal verzinnen natuurlijk. Standaard. Ik heb dat wel eens gedaan. Kijk, het zal wel zo blijven liggen. En dan heb je een hoek en dan kan je een geleider maken zoals die. Ben je inventief, kan je het ook met deze. Maar het nadeel is dat je zo'n ding moet afbreken en om hem weer ergens anders voor te gebruiken. En daarvoor heb ik dit hier staan. Dit wil ik wil niet afbreken en opbouwen en daar ben ik veel te lang mee bezig. Als ik een latje moet schuren, moet ik gelijk kunnen schuren. Dus in de loop van de jaren ben ik steeds meer machines gaan kopen en die hebben maar één functie. Op z'n Frans, één functie. En ik heb wel zes frezen en ze hebben praktisch allemaal één functie. En daar gebruik ik ze voor. Want ik heb geen zin om zo'n ding
weer te bestuderen. Hoe zat dat ook alweer? En dan moet ik dit en dan moet ik dat. En die opmerking krijg ik wel eens bij deuren hangen ook. En dan krijg je scharnieren die je erin moet frezen. En dan zeggen ze, ja, maar dan heb je er mal voor. En dan, ja, als je 10 deuren achter elkaar gaat doen, dan is dat inderdaad fantastisch. Maar heb je 1 deur in de 3 maanden, dan ga je dat niet doen. Dan ga je geen mal kopen van 200 euro en freesmachine die erbij hoort. En dan ben je een halve ochtend bezig om dat weer even te kijken hoe dat ook weer zat. Dan kan je net zo goed met de hand gaan staan hakken, want dan ben je er eerder. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik hoop dat ik niks vergeten ben met de bandschuurmachine. Volgens mij heb ik alles gehad. Heb je vragen? Mijn e-mail staat hierboven of hier. Hier staat hij. Mijn e-mail staat hier. Stel de vraag. Denk niet dat is een domme vraag. Want hoe simpel de vraag, hoe meer mijn ogen open gaan. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. En zo is er ook een vraag geweest over deze schuurmachine die... Die persoon heeft gezegd van, joh, heb je daar een timmertip wel eens over gemaakt? Ja, ik heb wel verschillende timmertips erover gemaakt. Allemaal met dingetjes die daarover gingen. Maar niet in het algemeen. Nou, krijg je een timmertip die er in het algemeen is. En zo krijg je, misschien wel handig, voor iemand die even wil oriënteren. Wat is nou een bandschuurmachine?